Yo, kijkers van Eftelingen, super tof dat jullie kijken naar de eerste kermisvlog op het kanaal. We zijn vandaag in Best. Kermis Best in Best, naast Eindhoven in Brabant. Super toffe kermis, goedkoop, groot, leuke attracties. En ik ga eindelijk in de Power Search, waar ik echt al een paar maanden op wacht. Dus mensen, geniet van deze leuke vlog. Ik ben samen met Team Park Reporter, a.k.a. Marijn. Dus we gaan er een gezellig middagje / avondje van maken. En ik neem jullie mee over deze prachtige kermis in het hartje Best. Tot zo. Mensen, we zijn langs de kerk gelopen. En daar kwamen we de Rescue tegen, 1,50. En we kwamen er in de Lapampion. Maar dan hebben we hier een nieuwe zaak voor mij. Attention! Waar zijn attention? En dan hebben we hier de Base Jumper. Een hele mooie zaak. Vorig jaar stond hij de Dance Jumper, die was nieuw. En nu is deze hier ook nieuw. Hij heeft veel minder geluid bij de dampers. Dus heel fijn. Een hele mooie zaak met daarachter Showtime. Ook een hele mooie zaak. Heel gaaf. Vorig jaar stond hij een booster. Dat weet ik wel. En achter ons zien we daar al de zweefmolen. Daarachter zie je net niet, maar daar is de Airborne, die ik vorig jaar hier nog heb gedaan. Een van mijn best bekeken video's op mijn kanaal qua kermissen, dus de best blijft gewoon de best. Dus ik ga even een paar mooie sfeerbeelden maken van deze prachtige zaak, de Base Jumper. We staan op het volgende plein met hier de prachtige mooie attractie All Around the World. Was 60 meter. Vorig jaar zei ik het verkeerd, toen zei ik 80 meter. Dat is een andere. Maar hier hebben we een mooie zaak staan, mensen. De Airborne. Een Speed 32. Ja, ik kan niet goed Engels. Ik spreek het maar niet uit het Engels. Een Speed 32 booster. Ik vind hem zelf wel gaaf, maar... Airborne! De Airborne. Heel gaaf, maar ja... Hij is toch niet zo heftig als de normale. Maar hij is niet bellen hoor. Nee. En daar hebben we de kinkwallen staan, de ouderwetse. En de kermis is heel anders dan vorig jaar. Ja, ik moet even kijken hoe we moeten lopen. Maar ik wil echt in de richting van de Power Search, want ik krijg kriebels. Ik wil erin. Dus mensen, we gaan verder lopen. En ik misschien ook. Daar hebben we een breakdance staan en daar kun je contactloos betalen tegenwoordig. En dan hebben we hier de rest van het plein en daarachter, mensen, daarachter staat de Power Search. En dat is de nieuwste attractie die ik voor jullie daar kan reviewen. Binnenkort pas bij een andere kermis review, de Onride. Ik ben helaas mijn camera vergeten, heel dom. Er staat ook een mega slide op de kop. Dus we gaan in de richting van de Power Search. En straks gaan we ook een ritje maken in deze prachtige spinning coaster. Nu. Zo mensen, we lopen net weg bij de Super Mouse. En een goede baan, lekker snel. Twee keer airtime. Ja, hij draaide goed door. Alleen de time machine die draait heel de rit. Maar we lopen nu recht op een heel mooi apparaat, mensen. De Power Search van Valtegoed. Echt vet, man. Kijk dit. Ik ga even een paar mooie beelden schieten en ik ga er 3, 4 keer in. We gaan kwanten, mensen. We gaan kwanten. Eerst even kijken hoe duur die is. €2,50 maar. Geen geld, mensen. We gaan kwanten. Tot zo. Zo
mensen, ik kom uit de Power Search en wat een machine, mensen. Echt waar. Mijn nummer 1 op dit moment op de Nederlandse kermis. En ik denk zelfs daarbuiten. Dit is... Wat een gaaf apparaat. Marijn vond het niet zo leuk. Maar ik vond het geweldig en ik ga eigenlijk nog een keer. Maar dan moet ik wel leuk, maar ik moet het nog even laten bezinken. Hij moet nog even laten bezinken, hoor ik. Maar ik ga er zeker nog een keer in om het zeker wel te bezinken. Maar wat vet is dit, man. Deze zaak heb ik echt gemist. Zoiets op de kermis. Gewoon uniek en echt een goede trill heeft deze. Dus ja, dadelijk nog een rondje en dan gaan we de rest van de kermis even bezoeken. En dan vanavond nog een rondje en nog een rondje. €2,50 dan kun je wel kwanten. Dus ik zie jullie zo, mensen, bij de rest van de kermis. Tot zo. Op een gegeven moment instappen waar het beugeltje open staat. Dus je kunt erbij instappen waar het beugeltje al open staat. Zo, mensen, na 2 ritjes Power Search zijn we aangekomen op de volgende plein van de kermis. Hier staat onder andere een polyp, een swingbop, maar ook een reuzenrad. We gaan eens even kijken hoe duur het reuzenrad is, want misschien dat we even een rondje in wil maken. Ja, maar deze, de swingbop, heb ik niet vaak gezien. Dat is een leuke zaak, moet ik zeggen. Dat weet ik nog niet. Yes, de laatste vraag. We gaan eens even verder kijken, mensen, en ik ga een paar mooie sfeerbeelden schieten voor jullie. Dus kijk zeker verder. Dan hebben we hier ook een hele mooie zaak. Echt een hele mooie met live scare actors. Het Haunted Mansion. Een van mijn favoriete spookhuizen op de kermissen die reizend is. Echt een enorm gebouw is het en heel mooi. Dan hebben we hier het mooie, prachtige, grote reuzenrad. En tegenover een funhouse. Ik vind deze opstelling leuker dan vorig jaar, moet ik zeggen. Ik denk dat ik eens een keer een ritje in deze ga maken binnenkort, misschien in Tilburg, maar volgens mij is hij nu goedkoper, dus misschien pak ik hem nu al mee. Het zit er weer op, helaas. De kermis in Best. De kermis zelf niet. Die is nog een paar dagen te bewonderen. Als deze film online staat, is het nog een dag. Dus ja, ga er zeker naartoe om nog even van te genieten. Het is een super toffe kermis. Ik heb geen prijs gezien boven de €3. De beste show, moet ik zeggen, is het... Ik vind de breakdance vond ik een heel goede show weggeven. Maar ik moet zeggen dat ik ook de Power Search een hele leuke show weggaf. Helaas gaf hij geen rook. En natuurlijk, de verlichting is pas 's avonds. Misschien als ze het 's avonds wel doen als het donker is. In Uden komt hij ook. Dus dan ga ik daar even kijken hoe de show daar is in het donker. Helaas heb ik hier gewoon geen tijd voor. Ik heb het druk met werk. Maar dat maakt niet uit. De vlog is er. 2e jaar op rij dat ik hier weer een kermisvlog opneem. Ik hoop dat dit ook een groot succes wordt, net als vorig jaar. En zo niet, dan jammer. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen over de Efteling of kermissen of pretparken van de zomer. Want volgende week zondag staat er alweer de volgende kermisreview online. Dongen, mijn hometown. Dus dan wordt ook weer feesten. Daarna komt natuurlijk Uden, Tilburg, Horen. Nog veel meer. Dus
Bedankt voor het kijken. En abonneer op Team Park Reporter. En natuurlijk op Eftel Dingen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Tot dan.